Ik zet mijn auto even een klein stukje naar voren. Kan natuurlijk... Oh ja, valt ook eigenlijk helemaal niet op, hè. Ik zit achter koffer. Er staat fucking auto midden op een heuvel. Oké, okay, hopelijk werkt dit. Hopelijk dat zij mij niet snipen. Dat zou best wel lelijk zijn. Ik kan niet achter koffer gaan staan. Wat is dat voor onzin? Oké, okay, nou dan doen we het wel zo. Oh shit. Come on! Ga je gewoon één klein stukje naar voren? De deur gaat wel open. Of poort. What the fuck? Was er geen hit? Is er een hit? Ik zie dat toch zo hard. What the fuck is going on? Ze hebben zoveel geluk, hè. Ik schiet gewoon fucking raak. Ik weet niet wie die bounty heet. Oké, okay, nou heb ik denk een probleempje. Laat je kop zien. Ik zie jou niet. Oké, okay, die was wel hit. Iedere keer die klote pa. Ah! Hij schiet niet als ik al schiet. Iedere keer als ik schiet, dan schiet hij te laat. Ik druk de knop dan neer, maar hij reageert niet gelijk. God. Oké, okay, jij sterft. Blijf nou eens, god, we stonden stilstaan. Ja, ik druk al zoveel op die knop, maar hij schoot gewoon niet. Jezus. Lekker voor je. Dat werd tijd. Ik heb fucking snipen, hoor. Ik kan niet snipen. Nee, het probleem is, iedere keer als je op die knop drukt, dan moet je twee tellen wachten of zo, dan schiet hij pas. Dat is heel raar. Maar daar, als jij links, rechts, dan schiet iedere keer net te laat. En ik denk dat die mensen mij nou willen killen. Dus ik rij met mijn superauto rij ik weg. Want ik denk niet dat dat goed komt. Oké, okay, dit is gewoon een skill. Kijk dit. Mop. Zo ga je gewoon de politie gewoon ontlopen. En oké, okay, doen we zo. Mop. Dit ding kan daar hebben. Dit ding is ervoor gemaakt. Oh shit. Oeps. Is er nog ergens een bounty die ik kan fixen? Nee? Ik ben benieuwd. Ik heb er trouwens al die moeite gedaan voor $1000. Die mensen komen achter me aan. Zie je dat? Kom maar, ja, die willen me wel dood hebben. Ja. Kom maar. Ik zit erop je te wachten. Ze zijn helemaal boven. Ja, nou, ik weet niet of ze naar mij toe komen. Oh, wacht, shit. Ik heb nog steeds twee sterren. Politie. Oh, rennen. Ik klim gewoon rechtstuin. Ik ben de politie kwijt. Mooi. Laat zien. Als hij deze kant opkomt, dan zou ik hem daar zo moeten zien. Hij komt alleen niet lijkt erop, dus... Oh, wacht, komt hij van de andere kant. Oké, okay, weet je wat? Wat maakt mij uit? Ah, oh, hij zit in de lucht. Ah, kom maar wel laag, want ik knal uit de lucht, hè. Dat moet je weten. Zelfs niet dat... Nee, dat ding schiet niet zo. Ik moet veel hoger aimen, want dat ding schiet in een boogje. Nee. Nog één keer en dan houdt het op. Oké, okay, het houdt op. Oh, wacht, we hebben sniper. We gaan hem proberen te snipen. Kom aan. Ik kan die andere sniper eigenlijk. Ik zie niet eens door die bomen. Moet je nou echt serieus precies achter die boom? Oh shoot. Waar zit je? Oh, daar liep je. Come on. Waarom? Oh, hij had een auto. Lol. Volgens mij wil hij me echt dood hebben. Nee, hij rijdt voorbij. Was die heli? Nou, vliegt die heli weer voorbij. Iedereen die ik wil killen, die gaat van mij weg. Het is fucking GTA, joh. Als je hoort elkaar af te schieten. Waar de fuck zit jij? Oh, daar. Come on. Ik wacht op het goede moment. Ah, hij zit over je hoofd heen. Klimmen. Ik kom neer schieten klimmen. Oké, dat kan toch gewoon zo. Wow. Hey, jongens, ik moet dat sniper gewoon een keertje onder de knie krijgen. Hè? Dat heb ik niet gelijk in één tel. En hopelijk is dat die sniper. Juist, dat heb ik graag. Wat? Mis? Haha, come on, motherfucker. Holy moly. Die was awesome. Hier jongen, ik snap je gewoon uit je heli. Ik kan niet snipen, maar als ik dat eventjes doe, dan zal dat op zich wel weer terugkomen. Maar het is gewoon heel apart, de snipen in dit spel. Je moet gewoon meer de spel spelen. Dus hoe meer jullie liken, hoe meer video's er komen, hoe beter ik weer in de game word natuurlijk. Hey, win-win-win situatie. En ik ga even een mutje. Die mensen, ze willen naar me toe komen, ze durven niet. Oké. Okay. Ik speel trouwens best wel sneaky, maar zo moet je volgens mij GTA ook echt spelen. Je kunt die moeilijk run and gunnen, want ja, dan ga je gewoon dood. Je wordt gewoon helemaal de kloten geschoten. Boven eentje. En je kunt ze natuurlijk wel even challengen een keertje. Daar is helemaal niks mis mee. Want dat is wat wij nou gaan doen. En die heli. Come on, mooi. Kunnen we die heli nog pakken? Hij staat hier gewoon! Alsjeblieft, zeg niet dat hij ontploft. Zeg alsjeblieft niet dat hij gaat ontploffen. Oké. Okay. Oké, okay. Ik zeg niks.
was te verwachten. De propeller staat tegen de muur aan. Zullen hem ploffen? Ik denk het wel. Ja, boom. Dus. In ieder geval, ik weet niet. Ik heb eigenlijk de neiging om er eventjes die kereltje af te schieten. Maar ik denk dat ik zo meteen maar eventjes ga kijken naar een race. Ik ga alleen deze gozer nog eventjes met een shotgun. Ik ga hem neerslaan. Ja, alsjeblieft. Oh, ik heb zo'n vet idee. Even Lester bellen. Ik hoop dat hij niet AFK is. Want dan is de fun eraf, weet je? Als hij AFK is, niet leuk. Ik ga hem neerslaan. Off the radar. Maar ik ben off the radar. Dan ga ik hem neerslaan met een stok. Zeg alsjeblieft dat hij mij niet verwacht. Ah, hij is AFK. Nou, dat maakt niet uit. Ik wil niet zeggen dat... Ah, mijn poppetje! Wat doe je? Dat maakt niet uit dat ik hem hier neer kan slaan. Hier, ah, come on! Hij liep nog net weg. Come on, sterf! Oké. Daar is nog iemand die gaat proberen te killen in 30 seconden tijd. Oh, dan gaan we de volgende keer proberen. Zoveel mogelijk mensen te killen met een stok en dan de hele tijd off the radar. Gewoon sneaky kills en zo. En snipe en zo, dat is fucking vet. Zo zoek ik even die keer op. Ik hoop echt niet eens AFK zijn, dan haalt door de fun weg. Het is vet als ze niet verwachten, deze van achter neergeslagen met zijn stok. En ik spreek niet uit ervaring hoor. Ik kan eens iemand neerslaan van achter met een stok. Ah, die kerel, die weet niet of ik eraan kom, maar dadelijk... Nee, ik heb maar 2 seconden, hij is te ver weg. Oké, dan heb ik een probleempje. Ik heb inderdaad een probleempje. Ik loop naar tegemoet, hij weet dat ik eraan kom. Ik zag zijn poppetje bewegen, dus ik weet dat hij niet AFK is. Zie je? Hij draait rondjes. Hij weet toch dat ik van deze kant kom. Want dan kan het gewoon op de minimap zien. Ik klim hier heel snel overheen. Hopelijk kan ik hem... Klim nou, god, irritant. Kut poppetje. Oké, pakken we dit dan. We smoken hem naar buiten. Ik weet niet waar hij precies zit. Hij zit een beetje in die kant op. Oh, nou loop ik zelf precies waar ik net dat ding neergooide, of niet? Oké, come on. Ik heb een stok en ik ben niet bang om hem te gebruiken. Come on! Nee, is dat best... Oh ja, dat is zo gelukkig, hè. Oh, ik gooi even die boom. Come on. Sterf. Ik weet niet of hij slim is. Waar ben jij? Ik wil hem neerslaan, dat is alles wat ik wil doen. Dat is mijn taak. Oh, wat? Hij is dood. Hoe de fuck ging hij dood? Is hij doodgevallen of is hij doodgegaan door mijn... Granaat, of ja, dat was een smoke ding. Tear gas of zo. Oké, we gaan nog een keer proberen. Ik wil echt off the radar, maar dat kan niet. Dat is een fucking probleem. Come on. Ik weet dat je me wil killen. Oké, dat was ook niet echt handig. Oké, doen we het 2 keer. Oké, we gaan nog een keer proberen. Gooi hem. Oh shit, nee. Ik sterf nou zelf van de eigen spul. Snel weg. Moet je snel. We gaan dit sneaky aanpakken. We gaan via het dak. Kan dat? Nee, ik ben niet zo groot. Zo ver kan ik ook niet springen. En die kerel. Ik wil echt de kerel killen. Hij weet het. Waarschijnlijk de politie. Trouwens, hij schoot net zelf ook. Dus die politie hoeft niet van mij te zijn. Ik ga even achter de ding staan. Hij gebruikt een assault rifle en ik een stok. Is dat eerlijk? Nee. Ik wil heel eerlijk over zijn. Dat is niet eerlijk. Asshole. Holy shit, die politie heeft shotguns. Nee, ik heb 1 ster, what the fuck? Ik heb niet met een shotgun geschieten, dat is een beetje overdreven, niet? Oké, Lester, laten we jou eens eerst eventjes bellen voor het eerste en dan is die politie weg te werken, want daar heb ik dus helemaal geen zin in. Lester, neem eens even op. Dan doe je nog gewoon nuttigs. Oké, nou moet ik heel snel zijn voor die volgende. Lester, ik had je net nog aan de telefoon, je hoeft niet eens op te hangen. Ik heb meer dingen. Oh shit, ik moet snel weg. Nou! Ik moet snel weg zijn! Is die kerel nou dood? Nee, die kerel is dood. Dat is gunstig. Doen we nou even snel Lester bellen. Nou, hopelijk kan ik weer off the radar. Lester, neem op! Hallo. Tja, rotkop. Off the radar. Ah, ik moet nog een minuut wachten. I'll be keeping my eye on you. Goodbye. Oké, we gaan nog 1 keer proberen. God, ik zit vast! Oké. Okay. Damn! Oké, dan kan ik ook helemaal niet overheen springen zo, want dat is zo hoog. Nat. Oké, we doen het anders. We rijden hem aan. En vervolgens dus knuppel ik hem dood. Dat is mijn nieuwe tactiek. Hopelijk werkt dit. Oké, aan de achterkant zit dus gewoon een lekker groot raam. Ik denk ik rij expres achteruit, zodat het moeilijker is om mij te raken.
Not so much. Oké, ik moet hem dood hebben. Dat is mijn doel. Ik moet hem één keer dood knuppelen met de stok. Lester, nou kun je doen wat je moet doen. Rijdt hij nou weg? Nee! Zeg niet dat hij wegrijdt. How can I be of service? Off the radar. God, 20 seconden. Your brain has started working. Hij moet hem uitkomen. Kom hier. Rat, kom terug! Zat hier altijd al huizen hierboven? Ik kan me niet eens herinneren dat hij boven huizen zat, hoor. Is dat nieuw? Huh. Ik ga even richting dat huis. Ik hoop niet dat hij daar naar binnen gaat, want dan maakt het eigenlijk al helemaal saai. Dan kan ik hem niks meer doen. Nou, komt hij hier ergens... Hij zit een vlaggetje. Zit hij aan het menu of zit hij aan het huis? Ik weet niet, man. Oh wacht, dit is mijn huis. In ieder geval, dan laat ik het hierbij. Ik ga even kijken of ik een race kan vinden. Dus hopelijk zie ik jullie zo meteen nog. Als dat niet zo is, dan sowieso 100% zeker. De volgende video is dan gewoon een GTA race. Maar in ieder geval, ik hoop jullie zo meteen nog zien. Zo niet, dan hoop ik dat jullie de video leuk vonden. Dus als je het leuk vond, laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer dan weer. Houdoe. Hey jongens, ik heb een race gevonden. Het is een hele korte baan. Ik had jullie beloofd dat ik deze video een race zou doen. En jezus, dat is echt slecht, joh. Ik had die boost vergeten. Maar in ieder geval, de volgende keer ga ik ook gewoon zorgen dat ik gewoon een leukere baan krijg. Maar ik had het beloofd, dus ik denk, weet je wat? Dan moet het ook een race zijn, hoe klein die ook is. Ik had het beloofd. En ik hoop niet dat, weet je nou, dat die mensen mij daar ook inhalen. Ik weet niet hoe dat heet, dat is zo'n instelling, dat ze inlopen. En ik hoop ook niet dat ze gaan beuken. Volgens mij die ene keer achter mij wel. Oké, come on. Ik rij jullie gewoon eruit. Ik weet niet, oh shit. Ik weet niet hoeveel laps er zijn. Oh fuck, 5 laps. Damn, ik hoop niet dat ik dit verkeer in ga rijden. Dat vind ik echt verrund. En deze map is zo easy. Het is echt een XP map. Die heb ik jullie ook een keer laten zien. Dus heel veel XP kreeg bij deze race. Maar je moest maximaal 3 laps rijden. Want daarna krijg je geen extra XP meer. Maar ik rij iedereen gewoon eruit met mijn GTA. GTR. Je rijdt in de LG volgens mij. Ik weet niet meer 100% zeker. Ik noem altijd gewoon een GTR. Want het is een GTR. Hij is zo fucking awesome. En ze hadden custom vehicles aangezet. Sommigen hadden het volgens mij ook, maar niemand deed te snel, lijkt erop. Of ze kunnen gewoon niet rijden, want ik rij ze eruit. Maar zoals ik net al zei, ik had beloofd dat ik een race zou doen. Ik denk, ik moet het ook doen. En dan krijgen we zo'n korte race. Dat is op zich wel gunstig, want volgens mij was mijn video al heel erg lang. Ik heb geen flauw idee hoe lang ik er net over heb gedaan. Dus dat is altijd een beetje moeilijk met gokken. Maar de volgende keer ga ik proberen zo'n vette race te doen, weet je wel, allemaal in de bergen en zo. Dus hopelijk dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dan ga ik gewoon van begin af aan al gelijk een lobby zoeken. En niet op het einde, want dat duurt allemaal veel te lang. En het lijkt erop dat ik ga winnen. Met mijn 2 vingers in mijn neus. Dus dat ik geen facecam aan heb staan, want ik zit nou echt in mijn vingers. Nee, grapje. Nee, maar die mensen die komen eerst in de buurt, man. Kijk dit. Oh. Dus ik had de meest eentonige map die je mag kan verzinnen. Gelukkig zijn er ook met die Rockstar Verified races. Er zijn dus races die de mensen zelf hebben gemaakt en die kiezen Rockstar dan uit, dan vinden ze die goed en dan kun je die in zo'n lijst vinden. En dat betekent dat er eigenlijk altijd wel nieuwe races te vinden zijn en dat je ze nooit allemaal al gehad kan hebben. Want Rockstar die, oh shit, die kerel loopt hem. Rockstar die zorgt gewoon weer voor dat er nieuwe maps komen. In ieder geval de mensen die er spelen die maken nieuwe maps en Rockstar kiest er dus weer nieuwe uit. Zie wij staan. Volgens mij is het echt als mensen heel veel achter staan dat ze automatisch inlopen dat ik niet meer zo hard kan rijden. Maar ik heb toch gewonnen! Fuck hem met zijn mooie Porsche. Ik noem het altijd Porsche, ik weet niet hoe dat ding heet. Maar ja, ik hoop toch dat jullie de video uiteindelijk leuk vonden. Het is een race van 2 minuten. Goh, 2,5 dit. Maar in ieder geval, als je dus de video's leuk vond, laat ze een like achter. En dan hopelijk volgende keer gewoon een leuke race te kunnen doen. Dus gewoon een spannende race, een leuke baan en niet zoiets als dit. Maar in ieder geval, ik zie jullie de volgende keer dus hopelijk weer. Dus tot dan en houden we.